Bij Twente hebben ze wat bedacht bij de aftrap. Want heel veel spelers manifesteren zich gelijk aan de linkerkant van het veld. Daar moet Van Wolfswinkel dan een vervolg geven aan dat ideetje. Met een beetje mazzel snel uitbreken. De mazzel is er niet. Sterker nog, de bal is er al niet. Ja, bij Sadilek. En Sadilek geeft hem aan Van Wolfswinkel. Die vindt weer Stankovic op zijn weg. Sadilek pikt hem op. Maar goed doorjagen. En dan eigenlijk Eiting. Legt hem op het hoofd van Prupper. Krijgt een herkansing. Deze bal is beter. Deze bal is veel beter. En wat is dit collegiaal gedaan van Veerman. Maar het is buitenspel van Brian Plat. En dus had hij misschien wel iets egoïstischer moeten zijn. In deze situatie niet voor eigen kans gaan. Ik denk dat Veerman zelfs al buitenspel staat. Hier lijkt het erop dat Plat achter de bal staat. Daar staat de Prupper gigantisch vrij. En dit is wegwerken uit de kunst door Veerman. Via de lat. Henk Veerman. Dat is een belangrijkste actie tot nu toe. Voor Volendam dit seizoen. Er heel goed uitziet. Slordig. Brenet. Oltschik moet het in zijn eentje zien te doen. Oltschik komt erdoor. Oltschik. En Oenerstal is ook een hele goede doelman. Is Muren, Muren! En weer Oenerstal. Om gek van te worden. Goed werk ook van Eiting, maar ja, Oenerstal. James. Voordeel. Als Merkin de bal oppikt, Van Michem zichzelf in gang trekt. Van Michem glipt er langs. Van Michem! En nu gaat hij erin! Door die 17-jarige Lequincio Zeefuik. Niet Muren, niet Veerman. Maar een piepjonge man die Volendam in vuur en vlam zet. Maar hier is zelfs voor hem geen kruid tegen gewassen. En misschien is het zelfs een eigen doelpunt. Want was die bal er wel ingegaan? Misidjan. Voorbij. De eerste overwinning voor FC Volendam dit seizoen. De eerste overwinning voor FC Volendam sinds 19 april 2009 op het hoogste niveau van Nederland.